Normaal gesproken doe ik altijd de muziek, dus dat heb ik nu ook gedaan. Heel goed. Wat zet je op dan? Het is een beetje R&B en broederliefde, André Hazes en dat soort muziek eigenlijk. En vlak voordat we naar buiten gaan doen we nog even een hardstyle ding. Speelster Kelly Zeeman heeft een zware knieblessure opgelopen en zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen. Ik heb met haar afgesproken om samen met haar de Champions League wedstrijd van de vrouwen tegen Olympique Lyon te gaan bekijken. En ja, om haar een beetje op te vrolijken heb ik natuurlijk een fruitbal meegenomen. Kelly, als iemand in de lappenmand zit, dan neem je een fruitmandje mee. Nou, dat is leuk. Dus dat heb ik gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, op een spoedig herstel, want hoe voel je je nu? Ik kan nog steeds niet bevatten eigenlijk dat je gewoon een jaar niet kan spelen. Ik zal dit seizoen niet meer in actie komen. Nee. Ja, nu moeten we de knop omzetten en weer en gaan revalideren. Ja, want die revalidatie is best wel lang. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen die periode? Teamgenootjes die hebben het helaas ook meegemaakt, dus zij geven ook al tips. En, ja, nu ben ik dus blij dat ik bijvoorbeeld gisteren weer normaal kan fietsen. Ja. Maar ik moet nog geopereerd worden, dus het stelt nu nog niet zoveel voor. Maar straks ga je echt waardering krijgen voor de kleine dingen, denk ik. Ja. Nou is vandaag een enorm belangrijke wedstrijd. Champions League, Olympique Lyon. Maar je bent er wel. Ja, ik wil het ook meemaken. Dus ik mocht van Benno gewoon in de kleedkamer en mee met de sportmaaltijd. Dus dat heb ik ook gedaan en dat vind ik ook leuk. Wat gaat er nu door hun heen? Hoe is de sfeer nu? Nou ja, net in de kleedkamer was dat wel goed eigenlijk. Normaal gesproken doe ik altijd de muziek, dus dat heb ik nu ook gedaan. Heel goed. Wat zet je op dan? Het is een beetje R&B en broederliefde, André Hazes en dat soort muziek eigenlijk. En vlak voordat we naar buiten gaan doen we nog even een hardstyle ding. Maar wie wordt dan nu de DJ, nu jij er even niet bij gaat zijn? Nou, de lijst is openbaar, dus... Wij gaan zo meteen samen de wedstrijd kijken. Kelly Zeeman, de supporter. Wat kan ik daarvan verwachten? Nou, dat ga je straks zien. Maar ik ben ook wel gewoon heel fanatiek. Laten we naar boven gaan. Ja, is goed. Als je dan zelf het veld oploopt voor zo'n wedstrijd, wat voel je dan eigenlijk? Nou, ik krijg sowieso altijd wel kippenvel als je het Ajax Club lied hoort. Ja? En soms zing ik ook wel even mee, stiekem zo. Ik zie dat jouw welbekende Janice van der Zanden ook in de basis staat. Ja, leuk voor haar. Leuk voor je, Janice. Ja, lekker voor je. Leuk. Zij nog vorige week bij het Nederlands elftal, zouden we er nog een trap voor kopen eigenlijk op trainen, maar dat hebben we maar niet gedaan. Ja, dat is 0-1. Als jij erin had gestaan, dat is nog nooit gebeurd, hè? Lekker Luus. Ja. Twee kansen. Nou, Kelly, als jij vanavond de DJ zou zijn, wat zou je dan opzetten in de kleedkamer? Niks. Nee, met 0-4 gaat er niks aan. Hey, ik wil je enorm veel succes wensen met je revalidatie. Ja, dankjewel. En laten we afspreken dat zodra je weer op het veld staat, ik je weer kom opzoeken. Dat is goed. Ja? Ja. Deal. Succes, hè? Dankjewel. Dankjewel. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.